Goeie avond. Hey. We zijn bij Boothuis. We zijn bij Boothuis. Ja, bij Boothuis. Oh. Dat je dat nog zo noemt dan. We gaan nu sushi maken. Ja, zoals je misschien. Ja, jij bent al goed bezig. Ik ben al goed bezig, want ik heb honger. Ja, ik ga jou helpen. En als ik zo doe, dan zit ik daar zo in één keer. Dat, ja. Dat kan Joost, hè? Welkom bij deze vlog. Featuring. It's me. Boven aan de werf. We gaan even terug naar jouw roots, hè? Oh, ja. Naar de Aziatische keuken. Ja, dat is echt mijn roots, ja. Ja, dat is wel te zien, hè. Dat klopt. Maar jij moet ook helpen, eigenlijk. Ik moet ook helpen. Dat is niet handig. Wacht. Dat is zondig. Ik heb de zalm en tonijn. Ja. Alleen, ik hoorde dat jij geen vis lust. Dus ik heb voor jou een gerookte kip met mango en avocado. Dus... Ja, zodat we kunnen kiezen. Lekker. Ja. Nou, gaan we meteen beginnen. Ja. Ja, ja. En we gaan ook even praten over jou als schaatser. Hè? Mensen willen natuurlijk meer van jou weten. Hè? Bo, hoe oud was jij toen jij voor het eerst dacht, weet je wat, ik wil later professioneel schaatser worden? Oeh, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik ongeveer 7 was toen ik met mijn ouders mee ging schaatsen naar de ijsbaan. Leuk. Ik was super slecht in, ik viel alleen maar zo. Maar ik vond het wel leuk. En toen ging ik naar de eerste. Vlak voordat ik naar de eerste ging, was er een try-out van de schaatsacademie. Ja. Onder leiding van Erwin ten Hove. En toen was je geselecteerd? Toen was ik geselecteerd, inderdaad. Dat was het meer. En vanaf dien is jouw relatie met Erwin... Ja, toen hebben we heel lang samengewerkt. Op een gegeven moment ging ik toen onder Dennis van der Gun schaatsen. Ik wist denk ik al wel vrij snel wat ik dacht. Ik wil hier beter in worden. Ik wil harder gaan. Ja. En toen was het voor mij natuurlijk super mooi dat ik bij de academie kwam. Maar toen werd ik dat jaar wel geopereerd aan mijn knie. Dus Toen, vroeg al, weet jij... bij de academie kwam. Weet je, je kan nog steeds met die problemen van je knie, toch? Klopt, al is het wel wat anders. Want mijn knie is natuurlijk gewoon een zwakke plek. Omdat het... nice. Door die operatie? Ja, door die operatie is het natuurlijk een zwakke plek. Ja. En... dat gaat eigenlijk heel goed, maar tot aan vorig seizoen eigenlijk. Wat natuurlijk Olympisch jaar was. En toen heb ik eigenlijk wel heel hard getraind en iets te weinig naar mijn lichaam geluisterd. En daardoor een blessure in mijn pees opgelopen. Dus vorig jaar heb ik eigenlijk niet in actie kunnen komen. En nu gaat het eigenlijk weer heel goed. Dus dat is afgesloten. Ja. Dat is super fijn. Ik ben natuurlijk geblesseerd, maar ik wil wel heel graag weer heel hard schaatsen. En ik heb eigenlijk het vertrouwen gekregen van Erwin en Martin. Dat zij denken nog steeds dat dat kan. Ik denk ook zeker dat dat nog kan. Dus dat voel ik ook elke dag. En daar ben ik heel hard mee bezig ook elke dag. Maar dat kost tijd. En, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Maar aan de andere kant is wel, die blessure is gewoon klaar. Het is afgesloten en ik wil gewoon heel graag heel hard schaatsen. Ja, hij rijdt dus bijna op de 1000 meter. Zit je weer in de buurt bij PS van in jouw primetime. Want in jouw primetime, mensen die primetime niet kennen. Maar jij hebt gewoon World Cups geschaatst. Klopt. En jij hebt ook... 3 seizoenen. Maar jij hebt gewoon in Tio of bij de World Cup of in Berlijn was het 38-2 gereden, toch? Tio, inderdaad. In Tio of 38-2. Ja, dit zijn geen grappen. Je bent geen pannenkoek. Ik ben geen pannenkoek, nee. Daarom rol maak ik ook sushi. Soms lijkt het wel zo, maar... ja, dat nee, gaat inderdaad. Wel. Dus het zit er wel in en het gaat supergoed. En ja, dit was jouw vlog. Dit was mijn vlog. We gaan nu genieten met eten. Dat het een beetje leuk was. Bedankt voor het kijken. Nu denk ik de kijkers, hè? Doei. Ja, en tot de volgende week. Want volgende week is de laatste persoonlijke vlog alweer. Oh. Joost Born is dan aan de beurt. Leuk. Dus laten we kijken hoe wij het gaan doen. Doei. Bye. Tot thuis. Thanks. Doei. Doei.